Ik word als Tim Akman vaak herkend en onherroepelijk gecombineerd met mijn jaren in Direct als frontzanger. Dat klopt, maar ik zeg gelijk erbij, ik vind het ook een hele mooie eer die ik krijg, want het waren 10 hele mooie jaren. Maar de chemie die wij binnen die band hadden was zo sterk dat is voor de mensen geheugen is erg groot. En dat gevoel en die chemie en de lol, die heb ik nu weer teruggevonden in deze band. En des te jammer is dat ik het hier niet met band kan doen. Nu sta ik dan in mijn eentje, of ik zit in mijn eentje in dit geval. Echt een tiny concert in een tiny garden. Ja, ik ga daar 3 liedjes spelen. En het zijn 3 verschillende liedjes met verschillende verhalen. Ik begin met Keep the Light On. Dat is de openingstrack van de EP die we hebben uitgebracht. En het liedje aan zich gaat echt over het vooruitkijken, de positieve gedachten. En een beetje geschreven aan mensen die wat pessimistisch in het leven staan. En tijdens de lockdown zichzelf in een hoekje waanden en het even niet meer wisten. Daar heb ik gezegd, hou het licht aan. Ik geef jou het licht als het nodig is. You are a seeker, well I just find things. You won't believe it, there's something higher. But if you want to, I'll keep the light on. You are a dreamer, living a nightmare. You won't believe it, you know that I care. If you want it, I'll keep the light on. Het is echt leven met de dag, omdat het kabinet natuurlijk steeds weer nieuwe regels met nieuwe regels komt. Dan mag iets wel, dan mag iets niet. In het begin natuurlijk even een slag in het gezicht, maar dat is voor velen. Maar ik was wel gelijk van het omdenken. Kijken wat wel kan, waar liggen de grenzen en waar liggen de kaders waar je wel in kan fungeren. En één daarvan is dat ik met de band samen tijdens het lockdown, dat we allemaal thuis zaten, een EP heb uitgebracht. En het mooie daarvan is dat iedereen zijn eigen studiootje heeft in zijn eigen omgeving. En dat bij elkaar samengevoegd, gemixt en geproduceerd door de gitarist, bij hem thuis. En daar kwam een ongelooflijk mooi resultaat uit voort. Van het pad. En hoe die ook gaat, welke kronkels het ook heeft, wat voor T-splitsing, het blijft jouw pad. En die heb ik daar in dat liedje beschreven. I've got room in the passenger seat. Come and spend a little time with me tonight. It's alright. Things went wrong and things went right. We all leave a lot of love behind. It's like, at least we try. Oh, wherever we may go, the sun comes up. Oh, I really need to know. I'm like every other man, and I know we're near the end. And I finally understand it's a necessary evil with my right foot on the gate. Vorig jaar is mijn album Lions and Cry uitgekomen. Een album wat voornamelijk eigenlijk een soort therapiealbum bleek te zijn. Ik zat midden in een scheiding toen ik het eigenlijk van me afschreef. Daar kwam het eigenlijk op neer. En vervolgens had ik wat demo's gemaakt wel van die liedjes die ik toen in die tijd, in die periode had geschreven. Maar nou niet echt met het doel om het uit te brengen. Totdat ik het liet horen aan mijn band van de demo's die ik had gemaakt. En die zeiden unaniem van ja, als je dit niet uitbrengt dan vreet ik mijn schoen op. Dus we zijn de studio ingedoken en daar kwam uiteindelijk het resultaat Lions Don't Cry uit. En als laatste vond ik wel mooi om Winner te spelen. Een liedje wat voor veel mensen misschien bekend staat, dat gezongen is door Floor Jansen tijdens de opnames van Beste Zangers. Een prachtig programma waar ik aan mee mocht doen en die aflevering centraal stond. En zij zong mij dat liedje toe. En het liedje heb ik zelf geschreven voor mijn broer, die is rolstoelgebonden. Maar ik heb hem nog nooit horen klagen. Ik heb hem altijd, ik zag hem ook altijd zoeken naar de oplossing en de mogelijkheden, die dingen die hij wel kon, in plaats van dingen die hij niet kon. Dus ik vind het eigenlijk, elke dag als hij weer opstaat, vind ik hem al een winnaar.
En ja, dat liedje is bij heel veel mensen ontzettend binnengekomen. En ja, het mooiste vind ik ook wel dat ik tijdens de opnames nog heel beweer dat ik niet zo snel aan het huilen krijg. Niet voor niets een album laten doen met Lions Don't Cry. Want ik ben leeuw van Sterrenbeeld. En toch laat je dan een traan omdat het zo mooi is. Het werd zo mooi gezongen door de Floor. En het liedje is natuurlijk zo persoonlijk. Let's start on a finish. It's not a given. But you're a winner. Nothing can beat you down. For you are beaten. It's a riddle. You're a winner. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. You're a winner. Raise your hands. Raise your hands. Drie liedjes en de avond valt. Tijd om te dromen. Het wordt weer stil in dat groen. Mooie dag geweest. Mooi concert ook. Dit was Tim Akkerman in Tiny Concert in Droomparken De Zanding.